Uh, bang dat te veel mensen dat moment bereiken... zoals in Tunesië, in die kleine woestijnstad... wanneer mensen het gevoel hebben, ik heb niets meer te verliezen. Wanneer, ze, wanneer er echt niks meer is, dat wat je had ben je kwijt... en er is geen perspectief meer. En ook het gevoel heb dat, dat autoriteiten, de bestuurde politici... dat alles om je heen niet, jou geen rijkende hand kunt geven... en dat je ook niet zelf geen, geen hand meer hebt naar iets... Naar iets dat jou kan redden. En dan ontstaat er zelfdestructie. Dan gaan mensen hun eigen buurt in de fik steken. Je... Of in het geval van Tunesië. Ja, een, Arabische... een man die zichzelf in brand stak. Ja, een Arabische lente. zou een, Europe... een Europese lente zou kunnen gebeuren. Nou, de ellende is dat ik hem niet kon uitsluiten. Dat het, toen ik dat idee kreeg voor dit boek, voor dit verhaal. wat een avontuur was. Van, dat ik dacht, ik ga eventjes voor jullie uitlopen. Jullie hoeven niet mee. Ik doe dat wel in mijn eentje. Ik ga even naar 2040. Ik kijk om het hoekje, ik ga daar een tijdje staan te waarnemen, ik kom terug en ik vertel jullie wat ik daar heb meegemaakt. En het, 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 het onaangename is dat dat niet helemaal fantasie is. Dat, dat, dat ik het akelige gevoel had dat er toen al dat er tendensen zijn die te maken hebben met vertrouwen. We noemen dat zo vaak hier bij ons de, de kloof tussen politiek en, en, en burgerij. Uh, dat dat essentiële begrip vertrouwen, dat dat aan het, aan het verkruimelen is. Dat het bijna dat, het, dat er een situatie kan ontstaan dat het tussen onze vingers wegzakt, wegvalt.